Rudolf, eindelijk. Ik heb gewoon een uur op jou lopen wachten. Al die gasten staan er. Even geen smoesjes meer. Hey, je ziet er niet uit. Maar goed, doe je jasje aan. Ik vang een sterk van het zenuwen. Onzin, zeg, blijven ze even lekker vandaan. En dat doe je haar goed. Haar goed? Ik was gewoon even op Scheveningen en het enige... Scheveningen? Wat moest je nou weer op Scheveningen? Ik moest even wat spulletjes kopen. Iedereen is aan het wachten. Blijf nou eens even lekker van me af. Liefd, en praat normaal. Dames en heren, het bruidspaar. Gaat uw gang. Ja, ho. Wacht eens eventjes. Hier klopt iets niet, hoor. Liefje, wat is er? Is er iets? Zijn er bezwaren? Zijn er bezwaren? Het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Ze ziet er schitterend uit. Ik heb mijn ogen ook niet in mijn zak, maar ik kan zomaar niet ineens met jou gaan trouwen. Rudolf, wat bedoel je? Het is een grapje, hè? Nee, bijgoochem. Ik maak helemaal geen grapje. Ik ben nog ineens met een verloofd. Het is dus wel een grapje. Gaat u zitten. Gaat uw gang. Dan gaan we nu over tot het officiële gedeelte. Vandaag zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand, verschenen Frederik Wolf en Rudolf Fontijn. Nee man, ik heet helemaal geen Rudolf Fontijn. En ik ben ook helemaal jouw zoon niet. Hoe kan dit? En je bent prachtig mooi. Ik zou het heel kikker vinden om met je te trouwen. Maar ik weet nog ineens wie je bent. Meneer, we willen graag uw naam weten, uw adres, misschien een telefoonnummer. Ik weet het niet meer. Loop jij maar even mee. Wat? Ik blijf van me af, man. Wat is dit voor een onzin, Rudolf? Ik ben niet wie ik ben. Ik bedoel, ik ben mezelf wel, maar ik ben niet wie jij denkt dat ik ben. Waar ben jij in godsnaam mee bezig? Het is heel simpel, je moet gewoon even luisteren. Luister nou eens naar nee, me. Nee, jij luistert naar mij. Victor, Bernard, mee. Ik kan toch wel even naar me luisteren? Blijf van me af, joh, achterlijk! Kom, zootjes. Doe eens even normaal, man! Blijf van me af, achterlijke mogol! Ik zeg toch, ik heet geen Rudolf, want ik ben helemaal geen Rudolf! Ik ga toch niet naar liegen? Helemaal! Hou je een beetje in! Wat jij Frederik geflikt hebt, dat vergeef ik je nooit! Nee! Kan me niet schelen wat je te zeggen hebt, ik wil het niet horen! Ik wil het! Nee! Ik wil het! Nee! Luister, het is niet zo dat ik niet met de wil trouwen zou. Ze is hartstikke leuk, ze is een hele leuke vrouw, maar... Rudolf, ik heb het helemaal gehad met die zenuwinzinkingen van jou. Ik liep gewoon op de boulevard Scheveningen. Ik zag gewoon een ongeluk gebeuren. Er was helemaal niks aan de hand. Maar... Ja! Wat doe je? Hé! Het eerste dat we willen doen is proberen te achterhalen wat u zich van het gebeurde herinnert. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk uw medewerking nodig. Ja, zoals ik al zei, ik kan me er echt helemaal niets van herinneren. Ik heb een collega erbij gehaald, omdat... Misschien kunnen we dat zelf even vertellen. Ja. Hallo, ik ben Chantal Bongers. Hallo. Hoe gaat het met u? Ja, wat denkt u zelf, mevrouw? Het zou goed kunnen dat we hier te maken hebben met dissociatieve amnesie. Het is een soort geheugenverlies... Meestal veroorzaakt door een ongeluk of een andere gebeurtenis. En daardoor kunt u zich belangrijke persoonlijke informatie niet meer herinneren. Probeert u vooral rustig te blijven.